Er is een conflict binnen de Antilliaanse gemeenschap in Terneuzen. En dat conflict is zo uit de hand gelopen dat er de afgelopen maanden al 1 dode en 1 zwaar gewonde zijn gevallen. Op 30 november klinken er rond 3:15 s'nachts schoten in de buurt van de markt in Terneuzen. Even later vindt de politie in de Brouwerijstraat een zwaar gewonde man die ter plekke sterft. Het slachtoffer is Gideon Verhelst, een 23-jarige van oorsprong Antilliaanse inwoner van Terneuzen. Gideon, bijnaam Beer, was geliefd en had een hechte vriendengroep. De dood van de vader van 2 kinderen maakt grote emoties los. Ondertussen start de politie een grootschalig onderzoek en kan het arrestatieteam een man van 25 aanhouden. Ook een 27-jarige man uit Terneuzen wordt gearresteerd. En beide hebben mogelijk met Gideons dood te maken. Op dinsdag 16 december werd een van die 2 verdachten, de man van 27, vrijgelaten. Hij reisde meteen met het openbaar vervoer terug naar Terneuzen. En hij was daar maar een paar minuten terug of hij werd neergeschoten. Als de man rond 7:00 s'avonds vanaf de bushalte naar huis loopt, wordt hij in de Ypenlaan van dichtbij neergeschoten. Het slachtoffer overleeft de aanslag, maar raakt zwaar gewond en heeft een dwarslesie. Hij zal waarschijnlijk nooit meer kunnen lopen. Ja, nu live vanuit de meldkamer in Tilburg, daar in de regio. Meneer Boots, die laatste aanslag lijkt een soort van directe wraakneming te zijn. Ja, we houden er ook sterk rekening mee dat dit een vergeldingsactie is voor de dood van Gideon Verhelst ruim 2 weken daarvoor. En het lijkt te gaan om een conflict dat tot escalatie is gekomen onder de Antilliaanse bevolking in Terneuzen. En het lijkt ook een langdurende vete tussen rivaliserende groepen daar. Ja, en over dat laatste schietincident 16 december hebben we vragen voor u thuis. Want daar zijn 2 daders gezien. Na zijn vrijlating vertrekt de 27-jarige Antilliaan vanuit Dordrecht, waar hij vast zat, met de trein naar Goes. Daar stapt hij over op de bus, lijn 20 naar Terneuzen. Iets voor 7:00 s'avonds stapt hij hier op de Guido Gezellenstraat uit de bus. En daarna is hij hier de wijk ingelopen richting huis. En vanaf de bushalte loopt hij deze route. Na een paar minuten komt hij aan in de Ypenlaan. En blijkbaar zijn er dan al mensen op de hoogte van zijn komst. Want hier op de Ypenlaan wordt hij opgewacht en beschoten. En de 2 daders die vluchten daarna weg richting de Dokweg. Daarna rennen ze verder over de Dokweg naar de Baandijk. De politie wil graag spreken met mensen die de mannen hier op de Baandijk hebben zien rennen en weten waar ze zijn gebleven. Ja, meneer Boots, er lijken dus 2 daders te zijn. Zijn er ook signalementen? We hebben niet zulke hele goede signalementen en daarom zijn getuigen voor ons echt heel belangrijk. En we weten dat er mensen moeten zijn geweest die gezien hebben of iets gehoord hebben van die schietpartij en de vluchtende verdachten. Nou, met die mensen hebben we nog niet gesproken. En het is voor ons dus heel belangrijk om met die mensen in contact te komen, maar natuurlijk ook met andere getuigen. Ja, en u kunt gratis contact opnemen hier in de studio 0860 70, of bijvoorbeeld ook via Team Nationale Criminele Inlichting, waarmee u in vertrouwen uw informatie kunt delen. Of u kunt natuurlijk terecht bij Meld Misdaad Anoniem. En meneer Boots, vanavond heeft u ook een concreet spoor naar de daders, lijkt het. Want mogelijk hebben ze iets verloren. Ik heb wel een telefoonnummer voor jou, hoor. Ja, dat hebben we gevonden op de Ypenlaan. En dan gaat het om 2 mutsjes. En die zouden zomaar van die daders kunnen zijn. Nou, die zijn natuurlijk veiliggesteld en opgestuurd naar het NFI voor onderzoek. Maar voordat we daar de uitslag van hebben, kunnen nu al mensen reageren die misschien menen te weten van wie deze mutsjes zijn of waar ze thuis horen. Goed, dank meneer Boots. En voor u thuis, het gaat dus om deze 2 mutsjes, grijze en geruite. Wie droegen deze mutsjes in de periode voor 16 december? Bij een slepend conflict in Terneuzen zijn al genoeg slachtoffers gevallen. Bel dus met een van de tiplijnen of tip via live.politie.nl.